In 100 jaar tijd leverde de bodem van Zuid-Afrika voor 30 miljard gulden aan goud op. Het landschap van de Unie wordt op vele plaatsen gekenmerkt door hoge bergen die ontstaan zijn door de opeenhoping van de affen die bij de goudwinning overbleven. Sinds ook uranium een kostbare delfstof is geworden, komen er steeds meer nieuwe mijnen bij. In die tientallen mijnen zijn in totaal bijna 500.000 negers werkzaam. Voor het merendeel arbeiders die voor de duur van hun contract in bedrijfskampen wonen. Wat de techniek aan nieuws brengt, wordt in de mijnen zo gauw mogelijk in praktijk gebracht om enerzijds het zware handwerk te verlichten en anderzijds de capaciteit zo hoog mogelijk op te voeren. Tegenwoordig wordt voor ongeveer 1500 miljoen gulden aan puur goud per jaar geproduceerd. Daar komt dan nog bij de opbrengst van uranium, diamanten en platina. Na afloop van hun contract keren de negers veelal voor korte tijd weer terug naar hun stam. In de van goudsmetten vrijgebleven dorpen worden ze direct weer opgenomen in de gemeenschap. Voor hun landgenoten in de mijnkazernes vinden er bijna elke zondag volksfeesten plaats in speciaal daartoe gebouwde arena's, waar vaak oude krijgsdansen worden uitgevoerd. Het ritme van de moderne mijnindustrie maakt dan plaats voor het meeslepende ritme van de tamtam.